De Donald Duck bestaat in Nederland 50 jaar. En wist u dat de verhalen bedacht worden in Deventer? Jan Kruse verzint de verhalen en schrijft de teksten van Een Vrolijk Weekblad. Ik weet nog dat op een oktoberavond, ik woonde toen in Borne, er gebeld werd. En daar kwam een man aan de deur en die bracht een blad. En het was, als ik me goed herinner, gratis. En dat was de man die de bladen bracht en die had bij ons ook de bijnaam Oom Donald. Zo heette hij niet, hij heette Hasperhoven. Maar omdat die man de Donald Duck bracht, noemden wij hem altijd Oom Donald. Ik werk voor Duck 19 jaar. In 83 stond er een advertentie in een blad dat ze een scenario schrijver zochten. Ik dacht, nou, ken het blad van vroeger. Ik weet welke verhalen het zijn. Dus laten we eens proberen. En toen kreeg ik al vrij snel bericht. Erg leuk, wil je meer van ons maken? De Nederlandse verhalen, die gaan naar Amerika. En die worden daar gelezen door de Amerikanen. Amerikanen hebben niet eens meer een eigen stripproductie. Dus die kopen onze verhalen aan. Dus dat is precies omgekeerd. Hoe ontstaat nou een verhaal van Donald Duck? Dat kan op heel veel manieren. Je kunt plotseling een idee krijgen door iets wat je bijvoorbeeld op de televisie ziet. Of wat je in de krant leest. Het kan ook gebeuren dat je in een winkel staat en naast zich speelt je iets af tussen een klant en een verkoopster. En dan denk je, hip, dat is een aardig item. Daar kan ik wat mee. Dat kan op allerlei manieren. Ik heb hier bijvoorbeeld een tijd geleden gelezen dat ze op de Veluwe met het probleem zitten van het uitzetten van Schotse hooglanders. Dat worden te veel, die moeten worden bijgevoerd. Wat moet je met die dieren? Aanvankelijk dacht men, dat is goed voor die Veluwe. Maar nu worden ze een probleem. Dan bekijk ik, zit daar een duckverhaal in? Ik schrijf het ruw uit. Dus ik heb hier een voorbeeldje van een eerste ruwe idee van wat kun je doen met Schotse hooglanders. Wat aantekeningen die ik maak. Als ik dat klaar heb, dan probeer ik heel ruw een soort grof verhaaltje op te zetten. Met doorhalingen en soms een heel klein schetsje erbij. Zodat ik weet, zo moet het ongeveer lopen. Zo is het spannend. Zoveel pagina's gaan erin zitten. En dat werk ik dan uit. Uiteindelijk wordt het getekend door of Nederlandse of buitenlandse duktekenaars. Ja, dat klopt. Ja, ik teken ze nooit zelf. Dat is een stijl die mij niet ligt. Dat is weer een vak apart. Ik heb eens een keer een verhaal gemaakt waarin ik Gijs Gans liet dromen dat de hele familie Duk door de gehaktmolen ging. En toen heeft de redactie gezegd, nou, dat vinden wij toch wel wat te grof. Hier moesten we maar niet aan beginnen. Maar over het algemeen worden de meeste verhalen worden wel goedgekeurd.